Nina van Dalem, je hebt net een hele mooie partij neergezet in je Glory debuut. Hoe voel je? Ja, ik voel me supergoed. Alles ging zoals gepland, dus ja, heel blij mee. Ja, het was natuurlijk een best lastige tegenstander, Deborah Evora, als ik het goed zeg. Het was een decision geworden. Hoe vond je de partij zelf gaan? Ja, we hadden getraind op veel korte afstand, dus langer, korte afstand. Dat ging goed, veel low kicks gemaakt. Dus ja, ik voelde wel gelijk bij de eerste ronde, dit wordt mijn partij. Maar zeker ook een goede tegenstander, al 2 jaar onverslagen, dus dat zegt zeker wat. Dus ja. Ja, dat zegt zeker wat over jou. Je bent net double champ geworden bij Infusion. Nu kom je bij Glory echt een paar weken later, hè? Ja. En dan weer je debuut. Hoe voelt het nu om deze tijden gewoon mee te maken? Ja, super. Ik train er super hard voor en super mooi dat dit het resultaat is. En ja, ik hoop alleen maar op meer van zulke partijen. Dus, Inderdaad, je zei dat zij wat langer was. Mij was korter, maar ook wel wat gespierder. In je shirt zou ik dat niet zeggen, maar je hebt best wel grotere biceps dan ik zo. Ja, ik was wat kleiner, wat gespierder, denk ik. Dus ja, hetzelfde gewicht, maar dan was lengteverschil. Ja. Maar heeft dat misschien ook te maken met, zeg maar, je achtergrond? Je deed natuurlijk veel turnen en dat is best wel veel fysiek werk, hè? Ja, zeker. Daar word je zeker ook sterk van. En lenig. Ik heb ook goede hoge trappen, dus ik denk dat dat zeker bij heeft gedragen aan mijn bouw. Wat zou je als volgt willen hierna? Je hebt natuurlijk net gewonnen. Ik denk dat je wat tijd nodig hebt om weer te herstellen, 100% terug te komen, aangezien je nog een paar weken geleden ook nog vocht. Wat is de volgende stap voor jou? Nou, ik hoop dat Glory met meer partijen komt en dat ik zeker nog een keer hier voor Glory kan staan. Dus dat hoop ik. Dat hoop ik ook. Maar je hebt geen titelpartij nu en geen maar voor je. Je wilt gewoon stap voor stap wil je gewoon ernaartoe. Natuurlijk, ja, als ze met de titelpartij komen, zeg ik zeker ja. Maar ik neem elke partij nu aan. En ik ben ready. Duidelijk, dankjewel. Ik wil je bedanken voor je tijd en nogmaals feliciteren. Dankjewel.